Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video. Vanavond is het weer zover. De Rode Duivels spelen in de Nations League tegen Polen. Hopelijk kunnen ze zich herpakken na die wedstrijd tegen Nederland. En ja, Polen is ook wel een moeilijke tegenstander. De spelers maken zich al klaar. Je gaat er beginnen, alle Belgen mogen beginnen. Ik heb ook het elftal een beetje aangepast, want ja, Lukaku gaat wel niet spelen en Courtois ook niet. De Bruyne hier aan de bal. De Bruyne meteen met de kans en de redding van Polen. Hier hebben we Batshuayi. Nog steeds de Belg aan de bal. En wegbal. Nu Polen in aanval. Polen in aanval. Gaan ze scoren. Mignolet is in de goal. En de Belgen onderscheppen de bal. Hier hebben we de Bruyne weer. Weer de Bruyne. Oh, een mooie pas. En de kans. En de redding weer. De bal gaat hier een hoekschop uit. Kort genomen. Een voorzetje. En, ah. Witzel kopt, maar het was niet genoeg voor een doelpunt. Lewandowski. Lewandowski is erdoor. Hij is een hele goede spits, maar hij gaat niet voor eigen succes. En de bal gaat weer ballen. Oh, pas naar Hazard. Hazard. Hier nog bal. En hier is Castagne. Hier nog een goed schop uithaalt. Wat is daar nog? Batshuayi. Jammer dat de Belgen niet met Lukaku kunnen spelen, want hij raakte in de vorige wedstrijd een beetje geblesseerd. En zo gaan we rusten. En Hazard. Oeh, naar Castagne. En misschien nu een goal. Hier Batshuayi. Scoren? Nee. De Belgen moeten wel beter hun kans afwerken. Batshuayi. En afstandsschot. Een wissel. Hazard komt erop. Dat is waarschijnlijk al doorgaan naar Hazard. Goede verovering van Danayer. Hier hebben we doorgaan naar Hazard. En ook hij trapt op de keeper. Nog ongeveer 20 minuten te spelen. Ik denk niet dat we nog een goal gaan zien als het zo verder blijft. Gaan hier weer doorgaan Hazard. Misschien met een voorzet. Of een mooie actie. En de keeper heeft hem weer. Een pas naar voren van Polen, maar de Naier staat in de weg. Goeie bal. Oh, dat is buitenspel. Polen deed nog net ook gewisseld in België, blijkbaar ook. De Donker komt erop. Hier hebben we de Bruyne, die naar voren gaat. Naar Batshuayi. Hier Polen nog gevaarlijk kan zijn, dan kunnen ze scoren en op Mignolet wel red. En de wedstrijd is zo afgelopen. We gaan eindigen met een gelijkspel. Zonder een goal te zien. Maar ja, dus een 0-0 gelijkspel. Hopelijk krijgen we bij de echte wedstrijd wel een goal te zien. Ik wil binnenkort kijken naar deze video. En dan zie ik weer terug in de volgende video dus. Doei doei!